Iemand die zich voordoet als vrouw heeft via mail restaurants proberen af te persen. In ruil voor betaling zou ze een positieve beoordeling schrijven. Ook het bekende Antwerpse restaurant The Glorious, dat zo pas een eerste Michelinster kreeg, werd gecontacteerd. Saartje heeft een mail gestuurd uh, met de vraag van als we negatieve recensies hadden gehad, dat zij haar best zou doen om dat eventueel weg te werken en een positieve te zetten. En, uh, en als, als we wouden, konden we zelfs wel eens even uittesten als het ook wel effectief kon. En dan vroeg ze dan een prijs van 4 of 25 euro, exclusief BTW. En mijn eerste reactie was van, oei, als je dat niet doet, dan gaat ze ook de mogelijkheid hebben om iets negatief te zetten. En eventueel, ja, misschien zelfs de gevolgen zijn om een afpersing van, kijk, als je het niet doet, moet je betalen. Tientallen, mogelijk zelfs honderden restaurantuitbaters kregen al zo'n mail van de vrouw. Horeca Vlaanderen roept de restaurateurs op niet in te gaan op het voorstel. En de overheidsdienst Economie vraagt iedereen die zo'n mail krijgt, hem te verwittigen. Wij zijn een onderzoek gestart en we gaan nu proberen uit te vissen wie achter die mails zitten. En wij raden iedereen aan om er niet op in te gaan, want dan ben je strafbaar, want het gaat hem over oneerlijke reclame. Jurgen Lijkhoops heeft zijn Antwerpse collega's alvast gewaarschuwd.